Staat u mij toe om samen met u te zingen? Ik kan niet zingen, dus ik gaat u, u gaat zingen. Dan gaan we het proberen. Nee, nou, Dat do ah. mina. over oh, na ja, Bondiga, ja. Gefeliciteerd, u bent vandaag jarig. Ja, dank u wel. Ze hebben me altijd gezegd: je moet nooit aan een vrouw vragen hoe oud ze geworden is. Ja. Maar u ziet er goed uit. Uh, mijn complimenten, u bent gezond. Geloof. En u zit hier in blakende gezondheid, ja, uh, even fel zoals altijd. Eigenlijk, sorry dat ik u lastig val op deze dag, der, denk ik van uw geboortedag. Uh, hoe blikt u terug? Uh, uh, er is geen... Uh, ik heb een ander programma wat ik hier doe. Het uh, programma heet Senior Spiegel. Ja, ik u zou niet passen niet... in dat programma, want toch u het bent geen senior. <laughs> <eens, u> ben <laughs> ben... Maar toch stel ik aan de meeste mensen de vraag van... Uh, hoe blikt u terug op uw leven? Ik weet niet oud oh, u bent geworden, uh, maar als u, terug, als als u, terug, u, terug, u terugkijkt, zegt u van, ay Jennifer, mi Libby en mi dorp, mi Bewaan dorp, ik ben een tevreden mens. Ja, zegt u dat? dat? Ja, dat is het wel met mij. Als ik terugblik, ben ik blij dat ik alle kansen die ik heb gehad gegrepen heb. En dat ik er wat van heb gemaakt. En dat ik uh, blij ook heel dankbaar ben. ...voor de opvoeding van mijn ouders. Dat was leren en discipline. En vooral alles zelf doen... ...en onafhankelijk zijn. Ja. En dat weten. ik bij enig kind. So. Dus ik kreeg altijd te horen... ...van mijn moeder heeft me dit, hè. Hey, you one Dus zorg dat je het overleeft. Mm. En op die manier... ...ben ik opgevoed. En dat heeft me natuurlijk... ...gemaakt voor de vrouw dat ik nu ben. En um, toevallig... ...plaagde mijn dochter me gisteren... ...dat ze zei van... Uh, je wordt 70, maar ik ben helemaal niet 70 geworden hoor. Of, ik, 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 ik ben 68 geworden. Okay, okay, okay. En, ik zeg, en ik zeg absoluut niet, ik ben 68. En uh, toen zei ze, weet je, waarom iedereen denkt dat je jonger bent en blijft zo, zegt ze. Je hebt een jonge geest maar hmm. je kan met jongeren optrekken. Je kan je aanpassen in elke situatie. Je kan met de elite bezig zijn, maar je kan ook naar down to Earth gaan. Mm. En uh, dat maakt dat mensen echt niet denken dat je al zo oud je bent. Ik ben voor alle markten thuis. Ja, maar ik denk dat mijn geaardheid zo is. Mm. Ik hou van mensen. Je een open boek. Mm -hmm. Ik ben een open boek en ik wil ook een open boek blijven. Want ik heb niets te verbergen. En ik weet dat een open boek je heel kwetsbaar maakt. Dat, dat past je niet in de politiek? Helemaal niet, dat is ook gebleken. <laughs> <laughs> ik heb het twee keer. Ja, okay. Het <laughs> is echt gebleken, ik pas ja. er niet in en ik wens er ook niet in te passen. Ja, maar dat u bent ik goed ik... in uw rol als, uh, kan ik zeggen, uh, met uw helikopterview. Ja. U bent uh, niet met enkele, u bent niet met partijpolitiek nee, nee. bezig. Je kijkt naar het nationaal belang en de dingen die gebeuren ja, in Suriname, En daar liefde, u, 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 geeft u geeft uw penie. Ik ben, ben ook zo opgevoed. Het is misschien vervelend. dat is niet om uh, over jezelf te praten. Dat nou, mag wel ook een keer hoor. Maar uh, mijn vader was de eerste zwarte stafrit in Wageningen. Toen, ik was misschien een jaar of zeven, acht. En ik weet nog heel goed: want dan had je die polders met de arbeidershuizen, met de manager en de arbeidershuizen. En ik weet nog heel goed dat ik wilde gaan spelen met. Toen had ik die Hollanders daar. Mm. We gaan spelen met een Hollands meisje. En die was in een andere polder. Dus hij moest me met een speedboot brengen. En toen had ik geen tijd of geen zin. Ik weet het niet. Dus hij zegt: Ik moest met die kinderen van het Applansement spelen. En ik zeg: uh, Ik wil niet, met je vader, niet staan en van jullie spelen. En toen heeft hij me aan mijn lurven gegrepen, letterlijk. Hij heeft me getrokken aan mijn jurk. En hij zegt: Onthou. Je bent een Surinamer en je bent een zwarte Surinamer en dit zijn jouw landgenoten en ik breng je nooit meer naar Hollandse kinderen om te spelen. Hij heeft het ook nooit meer gedaan. Hè. Mm. Hij het ook no ik hoefde hem niet te vragen. En toen kreeg ik die lessen van hem. Be pride of yourself, of wat je bent. Mm. En uh, weet dat die Hollanders, ik kreeg echt die anti-koloniale dingen van hem. Maar ook het nationalisme, je bent een Surinamer. Als dat eer wordt gepompt, dan kijk je niet meer naar de afkomst van, je, van welke etnische groep je afkomst. En is het moeilijk, ik ben een echt een complete mix max. Maar, maar uh, je kijkt er gewoon niet meer naar, je bent die Surinamer. En uh, dat zijn de dingen waarvan ik zeg: Ja, Ronnie Silas, you put it in me, that's right. Yeah. Oké, okay. <coughs> uh. U geeft uw mening, uh, en je hebt wat dat betreft, uw stempel gedrukt. De vrouw die dus uh, down to earth is, uh, recht door zee. Uh, ze zeggen het een beetje oneerbiedig in het Surinaams. Napa san drape Maar die doen ons nog zaken niks, want vandaag is uw jaardag. Uh, er zijn een paar dingen die de afgelopen uh, periode zich hebben afgespeeld in Suriname. Ja. Waarvan je, je kijkt ernaar en je, je zegt van, ja maar, je zucht. liever had, had ik dit niet moeten, niet moeten meemaken. Ja, of liever was je in een ander land. Dat heb ik. Ja, dat, soms, dat soms komt dat door. Ja. Maar op bestuurlijk niveau leek het alsof het vast zit. En eigenlijk raak je nog meer gedemotiveerd wanneer je meneer Snijders, een vooraanstaande vakbondsleider, ook nog hoort zeggen van... We've got a deal with it. Want er is geen, er is geen ander... De politiek zit meer vast. Alternatief no Dus dat vindt meneer Sneders. Ik zie het niet zo. Mm. Uh, het alternatief is, is hoe je het definieert. Als voor meneer Sneders is dat twee mensen die zo amateur amateuristisch omgaan met het land duidelijk een land niet kunnen leiden, waarschijnlijk wel een partij kunnen leiden, maar niet in staat zijn om een land te leiden. Niet in staat zijn om het gezicht van de natie te zijn, waar we allemaal trots op moeten zijn, maar constant blunderen en openlijk ruzie maken en openlijk dingen zeggen, waarvan die ene wat dat betreft uh, verstandiger is dan die andere, dan is er altijd de alternatief. Het is hoe je het wil definiëren. En, maar het geeft wel aan hoe diep we gezonken zijn. Als, zijn als mensen gezonken. iets beginnen te roepen, dat er, dat er geen ja, alternatief is. is. Ja, En dit het is, dan ben je heel diep, diep gezonken. En ik denk dat inderdaad het tijd wordt dat het kader dat nu moet overnemen, van mij, van dat zijn de mensen tussen 40, 50 jaar. Die moeten nu in beeld komen, want die hebben die flexibiliteit nog. Maar, maar zijn die wel politiek onderricht, bestuurlijk onderricht? Nee, het enige wat ze weten is dat als ze in beeld moeten komen, moeten ze achter die oude mannen aanlopen en, en, en doen wat ze zeggen. Waarom zegt Sneders ze, dat? We weten toch wat de vakbeweging is: een deel zit op het kabinet van de president, een deel bij, de, bij het kabinet van de vicepresident. Ze hebben de zaak van de arbeiders verkocht. Zo simpel is het? En de individuele bonden zijn helemaal gecastreerd. Die durven niets te doen zonder een vakcentrale. Ik snap niet dat de arbeider niet weet dat de macht bij hen is. Jaag je voorzitter weg in dat bedrijf. En je bent zo uit je vakcentrale gesprongen die je tegenhoudt. Dat is echt mijn mening. En... Um ja, het lijkt inderdaad alsof... Of er geen glans meer is in het er is, Nee, er is niets meer. Er is gewoon niets meer. En um, ik heb het aan de lijve gevoeld toen ik bezig was met anti-dwang. Met de mensenrechten, nota Ze hebben nooit de vinger uitgestoken naar ons. Um, ik weet nog dat ik in een van mijn speeches heb gevraagd... waar is de geest van Rusland? Waar is de geest van Sylvester? Wat is de geest van Kaikousi? Wat is de geest van Derby? In een van mijn speeches geef ik het aan. De geest is dood. Die spirit is niet overgenomen. Die vlam is niet overgenomen. En ik heb net een stel namen genoemd. Die nooit de arbeiders verraden hebben, hè? geen van ze. En um, wat je nu ziet is: ik noem het verraad aan de arbeiders. En. Wat ik me afvraag is wat die individuele bonden nog blijven doen. Rafa Xur heeft geen recht van bestaan, vind ik. Waarom zegt u dat? Omdat ze de bonden knechten. En, 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 en de bondsvoorzitters pikken het. En de bondsvoorzitters weten hun arbeiders ook om de tuin te leiden. Of misschien denken ze dat het zo wordt. De individuele vakbonden begrijpen hun autonomie niet. Ze kennen hun auto niet, omdat ze geen scholing kregen om dat vakbondswerk te doen. Wat vroeger wel het geval was. Ja, toch, Sifis? Sifis, ja, maar ik, ik denk dat Sifis na mijn oom is doodgebloed. Dat is Thomas van Genderen. Oh ja, ja, ja. ja. Want Sivis heeft toch wel uh, goede vakbondsproducten geproduceerd? Wow, factor ah. wow, Victor Verneemding. Hmm. Ja, ja. Er komen allemaal zijn producten van Sivis. Maar die zijn weer ouder geworden. En dan zie je dan een zunder uit de lucht vallen. Die is plotseling P.W.O. Dan zie je Berenstein die gelukkig heeft gehad dat de derby dood is gegaan. En dus zo hij nooit op die plek. En dan zie je Ronald Hooghaar die... Nu eindelijk die fakkel ook moet gaan overdagen niet, aan misschien, maar aan een goede vlammende uh, vakbondsleider. Hij doet zijn best poëtisch, maar... Maar ook in de politiek moeten mensen uh, ook in de politiek moeten, mensen moeten ook die over... veranderingen hmm. komen. In de politiek moeten ook komen. En de jongeren, die kader, dat kader waar ik over praat, waar mijn hoop op gevestigd is, op een snelle overname, die wil niet. Want die ziet toch wat er gebeurt en die is bezig met zijn carrière. En die denkt, laat me mijn carrière maar maken. Ik heb helemaal geen zin in dit ding. Ik weet alles beter dan die president en die vicepresident en al die ministers. Dan moet ik me gaan opwinden met ze. Ik heb meer kundigheid, ik heb meer kennis. Maar dat is het kader dat ook niet gekoesterd wordt. Door de regering, omdat ze inderdaad uh, deskundiger zijn. Dat zie je. Jonge mensen die pas een bul hebben, worden deskundig genoemd. De resultaten van die deskundigheid zijn bekend. Enzovoorts, enzovoorts. Dat is, uh, ja, dat is de situatie bij ons nu. We hebben in feite hebben we helemaal geen toekomst uh, daardoor, omdat we de ouderen weigeren over te dragen, of ze willen niet overdragen. Um, het kader dat zou moeten overnemen is niet geëngageerd. zijn zijn, zijn het doelbewust kapot gemaakt. Met woorden van: Je hebt geen ervaring, heb ik zelf moeten aanhoren toen ik vond dat ik in de politiek moest zijn. Nou, dan heb je geen ervaring, dan moet je wachten. En dan word je kapot gemaakt, doodgemaakt. En, en, en dat is die verloedering. Dat is dus niet nu gebeurd. Dat heeft zich al jaren geleden ingezet, en 40 jaar geleden of zo, weet ik wel, niet wanneer we onafhankelijk zijn geworden, heeft het zich ingezet. En daarvoor natuurlijk ook, maar dat was die koloniale tijd, laten we dat even achter ons laten. Maar wat hebben wij zelf gebakken ervan, vanaf de onafhankelijkheid? Ja, uh, je praat over overdragen. Uh, we, we zijn uh, gisteren getrakteerd met het bericht over uh, de verkiezingen binnen de NDP, uh, Star News heeft dus gekopt Bouters uh, blijft voorlopig voorzitter, moet hij ook overdragen volgens u? Ja, als we dus gaan met onze objectieve normen die ik net heb aangehaald, dan moet je overdragen op een gegeven moment uh, Ik weet dat het bericht van Star News zegt ook niet veel hoor Zegt niet wat er intern is gebeurd Zegt ook niet waarom uh, Ik was Verrast om te zien dat hij um, is gebleven. Maar ik kan het me ook indenken. Ik hoor mensen zeggen, als hij eruit stapt, valt de zaak als een kaar dat in elkaar. En, en dat denk ik. Maar bedoelt, dat zou eigenlijk niet mogen. Het toch? zou niet mogen, hij heeft niet eraan gewerkt. Hij heeft niet eraan gewerkt. En um, hij zal, als hij echt van die partij houdt, gaat hij de komende periode eraan werken. Dat hij rustig op een hobbelstoel kan gaan zitten en schommelen. En trots terugkijken naar zijn NDP, die hij groot heeft gemaakt. We moeten niet vergeten: Bouterse is niet zomaar een leider. Bouterse is een, een, een persoonlijkheid die zijn stempel heeft gedrukt. Net als Lachman en Pengel en Idin Sumita. Die hebben allemaal een stempel gedrukt. En Bouterse heeft in deze tijd zijn stempel gedrukt zodanig dat andere weg gevaagd zijn. En dat heeft hij natuurlijk dat akelig smid van 8 december. Maar dat had hij al overstegen toen hij de verkiezingen op democratische wijze won in 2010. En het is eigenlijk jammer dat de waarde daarvan, die winst van 2010, met zo'n smet als 8 december, dat hij democratisch gekozen wordt. En dat hij in 2015 26 zetels kreeg. De enige en laatste partij die dat ook gaat krijgen, geloof me. Dat heeft Botterse en de NDP niet op hun waarde ingeschat. Wat dat betekent. Ik bedoel dus ondanks 8 december is Ondanks 8 december heb je dit resultaat op democratische wijze. En als het goed was ingeschat, als er op de juiste wijze gebruik van was gemaakt, dan was hij er nog steeds. En um, wat er mis is gegaan in die partij, weet ik niet. Ik zit niet in de imberen van de partij. Ik ben uh, dichtbij natuurlijk, maar ik kijk van buiten af. En... Um, als hij inderdaad, als de NDP het alternatief moet zijn, en ik denk dat ze dat moet zijn, absoluut. Uh, want je zult een alternatief moeten aanbieden. En als we kijken naar de buitenparlementaire partijen, die moeten open... ook... Maar je zegt net, je moet nooit een partij... En je moet... Ja, niet zo gezegd, maar het komt erop neer van... Eigenlijk zou je nooit een partij de absolute meerderheid moeten geven. Um, dus je gaat uiteindelijk toch naar een model moeten gaan uitkijken van een samenwerking ja, met andere partijen. Er is op een zakelijke manier ook samengewerkt in 2015. Van luister, giep, laten we die VVV niet doen enzovoort. Wat dit wil zeggen, en dan moet je gewoon denken aan Amerika. We moeten in de evolutie van volwassenheid gaan. Volwassenheid van het denken in de, binnen de politieke partijen. Volwassenheid, van het denken dat je een politieke partij hebt om het land te dienen en niet je eigen zak te spekken met te roven en bestelen en corruptie. En alles waarvoor we nu veroordeeld zijn, zo'n beetje. Uh, dat moeten we aan werken en daarom denk ik aan dat nieuwe fris kader. Niet dat kader dat getraind is door die oude mannen in corruptie. En zoveel jonge mensen zitten in die corruptie. U zegt, u zegt fris kader, we blijven nog even bij NDP. Mm -hmm. uh, over dat bericht over Boutersen, dat hij dus aanbleef. Mm. En u zegt, ik zou dat hem niet geadviseerd hebben als ik in die positie was. Als en ik... eigenlijk zou hij moeten hebben overgedragen. Aan wie zou hij dat moeten overdragen, denkt u? Ja, er komt altijd één persoon naar boven in mijn hersenen. Maar we weten wat politiek is. Ik wil ook niet de moordenaar zijn van die persoon. Kan gelijk een tegenactie tegen die persoon komen en dat wil ik niet. Ik heb één keer de fout gemaakt om het te noemen in een interview. En uh, toen dacht ik: Jezus, ik maak de persoon waarschijnlijk dood. Politiek werkt zo. En, uh, maar laat me dit zeggen: de NDP heeft genoeg kader dat kan overnemen. NDP heeft genoeg. Mensen met bestuurlijke ervaring. Dat die kunnen overnemen. Uh, Bouterse is, wat dat betreft. Heeft hij niet zijn goede mensen weggemoffeld? Hij heeft met zijn kader gewerkt, tien jaren lang. Hij heeft, heeft wel, natuurlijk, een paar keren wat kletsjes gehad en zoveel, maar dat kan. Maar hij heeft met zijn kader gewerkt. Hij is geen vrienden, snoeshanen die het land niet kennen, heeft hij binnen Gewimpeld, met allerlei. Hij heeft natuurlijk een paar van die idiote consultants gehad, maar het is niet structureel geweest bij hem. Hij heeft met zijn kader gewerkt en dat is het verschil. Nu is er voldoende kader, maar hij moet ze koesteren. Als hij is nu voorzitter, als hij zijn kader nu gaat koesteren, die die, die partij compleet kunnen herstructureren. Het alternatief kunnen zijn, kunnen bewijzen dat zij het zijn, kunnen bewijzen dat zij de enige partij zijn, dat is het op dit moment voor mij, die aan nationaal belang denkt. Ik heb vroeger altijd gedacht dat het de NPS was. Maar wanneer de NPS in deze constellatie maar blijft, is ook met zichzelf bezig, met de eigen ego bezig waarschijnlijk. En um, dat is niet nationaal omdat de regering niet, nat, niet in het nationaal belang werkt. Oké, okay, maar denkt u. Want nu kunnen we over de regeringspartij praten en de coalitie. Denkt u, heel nuchter en uh, professioneel bekeken, zakelijk bekeken, als we kijken naar die regering. Denkt u dat deze constellatie in staat is. om een politieke comeback te maken? In die zin dat, men, dat, het, dat het de mensen lukt om de economie te herstellen en de. De politieke, de politieke stabiliteit ook nee. te herstellen? Er is één belangrijk ding wat ontbreekt, waarom het niet gaat lukken. Uh, wat ontbreekt is kundigheid en professionalisme. Uh, ze hebben al die kaders weggedrukt. Ze hebben zelfs vest weggedrukt. Die ze best zou kunnen helpen met de economie. En ook een programma hebben geschreven voor de verkiezingscampagne. <coughs> en we zien dus dat ze niet in staat zijn. Om aan de natie te denken. Dus laat staan aan nationale ontwikkeling. Laat staan aan nationaal belang. En uh, het is allemaal lippendienst wat bewezen wordt. En je hoort ook die, 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 die dingen die gezegd worden, zo visieloos. Ja, die koorts moet omlaag, is dus alles weer goed. Wat voor rommel is dat? Er is geen productie. LVV produceert niet. Onze eigen bedrijven menen niet. Of er wordt gestolen als ze menen. Ze menen illegaal. Ze dragen niet eens belasting af. Onze handhavingsinstituten zijn zo zwak. En dat praat ik niet over politie nu, ik praat over de belastingen. Wanneer mensen met kilo's goud zwemmen in een bed als Dagobert duk en met kilo's goud omhangen zijn, is het tijd dat die belastingen er achteraan gaat om te vragen wat is je bron. En heb je belasting afgedragen. Niet eens dat doen ze, want het is een coalitiepartner. Mind you, op welk niveau de regerende partijen bezig zijn? Mind you wat gebeurd is nadat Bordeaux gevlucht is? Hoeveel mensen van de regering op topniveau Bordeaux zijn gaan verdedigen? Daar praat ik over de vice-president. Die T.O. heeft, over het zijn met met achtervolgt aboppers. Waardoor ze ordinaire crimineel. U zegt. niet met te maken. U zegt, hij is gaan verdedigen. Maar is hij niet aan het roepen dat wat ook anderen roepen: van. Je moet dat instrument niet gebruiken om. Welk instrument? Dat Openbaar Ministerie. Wat? Om eigenlijk een klopjacht te openen op politiek Dat is wat hij wil zeggen, dat is absoluut niet waar. Bordeaux mag een ab aborpatiënt -ab zijn, maar hij is een crimineel. Hij is een moordenaar, een criminele cocaïne-dealer, <laughs> weet ik veel. <laughs> ik keek naar die legging hoor. Ik fantaseer niet. Ik keek naar die legging. En als het OM dat zo so constateert, dat die zaken hebben plaatsgevonden, dan heeft ze de bevoegdheid en zelfs de plicht om achter Bordeaux aan te gaan. En wanneer mensen zo gillen, dan begin ik te denken: jullie zijn bang dat hij gaat babbelen. En de bewijzen tegen jullie aandraagt. Dan komen de in staat van beschuldigingen natuurlijk ook. Want we praten over gezagsdragers. Ja. Is het een, een ongemakkelijke situatie voor het land? Want hij was ook betrokken bij, bij NRA. Ja. Uh, op een gegeven moment was hij ook niet zo tevreden met het eindproduct, welke was overhandigd, dacht ik. Zeg ik het goed? Nee, ik was zeer tevreden met mijn rapport. Er was toch een... een u had toch kanttekeningen dat uh, niet Oh nee, is... ik had de publieke versie ook gemaakt. Oh, oké. Okay. En men is erin gaan rommelen. Ja. En, 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 en dat kan je niet maken. Ja, oké. Okay, maar maar, maar, maar geeft dit alles u een, een ongemakkelijk gevoel? Plaatst het ja. ons als land in een vrij moeilijk parket. Schrikt ja, het sch... investeerders af? Ja, het schrikt absoluut investeerders af. Uh, mensen komen gewoon niet meer investeren. Je ziet ook de salto mortales die gemaakt worden. Uh, je ziet ook dat men longt naar zwart geld dat binnen moet komen. En uh, voor de diaspora, zwart geld mensen, erg moeilijk. Want Holland pakt ze en, 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 en plukt ze kaal. Dus het komt niet. En uh, er gebeuren allerlei dingen waar je hele grote vraagtekens... Kan plaatsen. En dat plaatst natuurlijk dit land in een moeilijk parket. En dat maakt ook, zolang we niet transparant en eerlijk zijn en onze problemen feesten en het ook uh, gaan curen, gaan helen, gaan we niet vooruitkomen. En ik heb het gevoel dat de regering dat niet eens wil. Dat is mijn gevoel, anders snap ik niets meer. Ja, uh, we merken inderdaad ook dat er vele groepen zijn die zich roeren. Uh, Bijkaans, uh, elke, elke week worden er petities aangeboden aan de Nationale Assemblée. Uh, soms lijkt het erop alsof het een dagtaak is van de DNA-voorzitter en de griffie om petities in ontvangst te nemen. Um, er is zoveel ontevredenheid in yeah. het land. Waar, waar koersen we naartoe volgens u? Um, Even kijk, als je gewoon zou kijken naar die ontevredenheid die er heerst... ...naar al die protesten en halve stakingen en dergelijke... <coughs> ...en je ziet dat even een klein gesprekje met de president... ...en dus ze zijn weer gekalmeerd. Dan vraag ik me in gemoede ook af, wat zijn die mensen daarmee bezig? Heeft de president zo'n gave? Heeft hij zo'n gave om hmm. mensen te kalmeren? Daar leek het op, alles wordt dan stil... Maar dan zit je ook met het vraagstuk van... Misschien moet hij ook een keer spreken. Het gaat bij mij niet lukken, want uh, <laughs> ik, 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 ik wil niemand beledigen. Maar als iemand al twee jaar voor je ligt en je voor de gek houdt, kan ik me niet voorstellen dat je hem nog gelooft. Dus uh, dat is er bij mij helemaal niet. Ik sta natuurlijk open, ik heb deskundigheid. Uh, ik bied het niet publiekelijk aan hoor, laat me dat direct zeggen. Ik heb het veel zo druk met andere dingen. Maar als ik op een correcte manier benaderd zou worden, weet ik niet of ik meegeel. Mm. Ik moet wel zeggen dat ik een maand lang ga moeten nadenken, natuurlijk. Want ik weet natuurlijk in welke wespennest mijn hoofd gaat: van, van pseudo-deskundigen, dommies uit de diaspora die niet zo weten van de Surinaamse samenleving. Corrupte mensen, dat is ook bekend. Consultants die directeuren zijn van ministeries en consultant geld krijgen. Ik wil absoluut niet tot die groep behoren. En um, dus, uh, Het is moeilijk om legitieme... Echte deskundigen te vinden door deze regering, doordat ze het verloederd hebben, de boel. Komt het daardoor ja. dat de president zo lang niet moet uitkijken naar een minister? Ik weet niet, van niet Financiën. of hij Volgens mij was hij comfortabel met Ramdin daar. Want hij en Ramdin zijn buddy-buddy. Dus uh, hij voelde zich lekker comfortabel. Ik denk dat de druk van de samenleving en, en, de, en, en de spotprentjes die je steeds kreeg van twintig clowns en zo op een rijtje. Gaan, gaan solliciteren, dat soort mensen alleen. Hebben bij hem de doorslag gegeven. Denkt u dat Ragoubarsing in staat zal zijn om een dusdanig financieel beleid neer te zetten, waardoor we enigszins wat verlichting kunnen merken? Stel, Ragoubarsing gaat alleen maar dat kunnen doen. Als hij alle ruimte kreeg van Ramdin en Santoki. Ik denk dat hij kundig is, het is een macro-econom. Maar als hij denkt. Dat hij objectief gaat kunnen handelen, daar heeft hij het glad mis. Ik hoop dat de klappen die hij gaat krijgen, want die gaat hij krijgen op het moment dat hij objectief gaat willen handelen, krijgt hij die zogenaamde politieke klappen. Ik hoop dat het hem niet frustreert en traumatiseert. En als dat gebeurt, zeg ik, Stan, you got a legacy. Then you say bye bye. Ja. Maar ga er niet voor zwichten om corrupte dingen te doen. We hebben net gesproken over de ontevredenheid, de vele groepen die dus uh, petities overhandigen, laatst tot uh, grote verbazing van zoveel mensen, ook de mensen met een beperking, die het nodig hebben geacht om op straat Alle te gaan. Alle subsidies zijn weggegaan. Ja, uh, en toch is het zo dat die ontevredenheid, want die ontevredenheid moet ergens naartoe leiden. Je kan het bestuur van het land niet gewoon met een druk op de knop vervangen, daarvoor zijn er natuurlijk. De, de geheime en de vrije verkiezingen. Maar we kunnen er niet toe overgaan om die verkiezingen te organiseren alvorens eerst. De dat van, het kies, van de kieswet, de kiesregeling. De kiesregeling. Ja, toch, ik zeg altijd kiesstelsel, maar dat is veel meer dan dat. En ja. deze gaat het om de kiesregeling. Ja. Om dat eigenlijk in priest te brengen. Waarom duurt het toch in hemelsnaam zo lang? Ik heb ze te analyseren in een interview dat ze het gewoon niet willen. Ze willen het niet doen, want ze hebben nog niet genoeg geroofd en, 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 en zichzelf nog niet genoeg verrijkt. En ze hebben nog niet voldoende illegaal gehouden en illegaal gehouden En nog niet voldoende verdiend aan de mensenhandel via zaja. Enzovoorts. Dus um, het, dat is voor mij de enige reden, en anders snap ik het niet. Uh, maar wat, wat had u willen zien? Wat zo, ik, ik, weet, ja, ik, ik had weet, graag ik, een conceptwet nu al willen zien. Ik weet dat er een leesgroep was geïnstalleerd onder ja. leiding van meneer Limapo. Die weet van wanten toch? Ik neem aan van wel, zoals nee. ik Limapo ken. Maar het is zo gesloten. Het enige wat we weten van hun werk het is dat ze. Het is, we weten niets. Maar we weten ook dat de president heeft gezegd: misschien in 1,23 23 een advies van die groep. Dus ze werken zeer langzaam, heel langzaam. Voor hun. Misschien is dat ook de opdracht, rekken jullie dat ding? Dan uh, kan de assemblee een beroep doen op 61. En zeggen: het zijn bijzondere omstandigheden, we verlengen onze termijn. En de coalitie gaat zeker uh, allemaal, want zij zijn zo blij om te blijven. Maar dat gaat toch zorgen voor allerlei politieke <coughs> erupties? Ik weet het niet. Heb je gezien of onze politieke partijen daartoe in staat zijn of willen? Ze willen het niet. Op dit moment willen ze niet. Ze willen niet. Ze zijn lam geslagen. Ik weet niet of ze lamgeslagen geslagen zijn. Je weet niet welke geheimenlissige gesprekken er plaatsvinden. Die mensen, daarom zijn ze geen alternatief. Geen van ze. Geen van ze stimuleert het volk. Ze moeten het volk gaan stimuleren. De NDP had opgeroepen om uh, meneer Hogar te joinen. Maar uiteindelijk is dat niet echt goed van de grond gekomen. Ja, kijk, ik, ik, ik ben geen insider, maar Suriname is klein. Een deel was tegen, een deel was voor. Je weet hoe dat gaat. Wanneer de NDP oproept, dan moet de NDP zeker zijn dat iedereen wil. Dan was er wel 40.000 op straat. Maar wanneer een deel vindt, en we doen het toch. En een de andere deel zegt, we doen het niet. Maar waarom zou dat andere deel het dan niet ik willen? Ik weet het mensen? niet. Ik weet het niet. Ik heb wel begrepen dat het zo'n discussie was. Meer weet ik niet. Ja. Is het dat ander andere deel dat dus toch wel de geheime uh, lenen onderhoudt met, uh, met de VHP en de regering? Het zou me niet verbazen. Ik weet het niet. Ja. Maar het zou me niet verbazen. Want wanneer, en dat geeft al aan hoe politieke partijen zijn om hier in het algemeen te praten. Het moment dat ze denken dat hun belang, hun enge partijbelang of enge voorzittersbelang geschaad wordt, dan mag nationaal belang stikken. Het is verwerpelijk, want de politieke partij is in leven ooit geroepen om die democratie uit te dragen dat het volk, die 600.000 mensen kunnen niet gaan besturen. Er is het systeem ontwikkeld van politieke partijen jaren geleden, een eeuw geleden of zo. En, um, en je ziet wat, hoe ze de zaak van het volk uitdragen. Dus ik, ik, dat is ook de reden waarom ik niet echt in de inbeelden van politieke partijen wil gaan. Want als, als ik in de NDP was of in de NPS, dat zijn de twee uh, partijen die mij trekken. Dat had ik zowel op het congres van NPS, dat is me met de politie eruit gegooid. <laughs> en bij de NDP, bij die discussie wel eens of niet eens, daar was ik er waarschijnlijk ook uitgespuugd. Dat ik zei: dat de waarheid zeggen aan ieder. En ja. dat moet je niet hebben in een politieke partij. Je moet mee kunnen heugelen. je moet mee oneerlijk kunnen zijn. Je moet goed zijn en reden bedenken waarom de partij zoiets moet doen. En ja, dat ligt mij niet. Wat gaat u nog doen vandaag? Op uw jaardag? Nou, uh, ik heb geen feestjes gebied. Weet u wie ja, ook nee? jarig zou zijn? Die, die persoon is al overleden hoor. Ja. Weet u wie vandaag ook jarig zou zijn? Nee. Was ook zo iemand met een. Uh, hoe zeg je dat? Bulldozer karakter. Ik heb een bulldozer karakter. Dus als het moet. Ik ben een warrior. Hij, toch? Ik ben een warrior. Roy Harp. Big Big Mode. Ik kan me nog herinneren, jaren tachtig. Iedereen trilde als je mm. wat waarop komt. Ja, ja, ja. Kringkondere actie. Maar 13, uh, 13 december. Oké. Okay. 53. Oeh, maar een jaartje ouder dan me. Ja, ja. Maar wat gaat u nog doen vandaag? Nou, er komt een paar lichten op wie ik goed ben. En oh, ik heb niets hoor, ik heb niets bijzonders, maar ja, ik zeg altijd, je jaardag is je dag. Al is het een eetje, al is het een ik doe iets voor je ik. Wauw, ik zie koeko. Ja, mm. lekker. En ja, dat zit je, je, je krijgt je apps, je krijgt je telefoontjes, dat is gewoon lekker niets doen. moest op een vrij belangrijke meeting zijn, maar ik heb aangegeven dat ik jarig ben. Mm. Dus ik heb ook gevraagd dat die meeting naar morgen gaat, ik heb nog geen bericht. Dus uh, dat zien we wel. U zei, uh, de, de iets wat ouderen die moeten dus nou gaan overdragen, <coughs> jongeren ja. inspireren. Doet so, hij dat ook? Bent u, ja. u, u zei aan het begin van het gesprek, ik bemoei, ik trek veel op met jonge mensen. Ik heb ook een jonge geest. Ik probeer de jongeren die geïnteresseerd zijn. De juristen die geïnteresseerd zijn. In de politiek, no? Uh, uh, ja, ik probeer dus. He, hebben jongeren nog belangstelling voor de politiek? Niet veel, maar je moet ze overtuigen. En uh, ik heb wel iets. Ik heb iets van uh, voordat ik dood ga, moet ik iets achterlaten. En, dat iets moet te maken hebben met de system, sustainability van dit land. Want dit land gaat kapot, of is al kapot. En um, Suriname was niet zo. Denk aan de oude Hendriksschool, aan die oude mensen. Ik ben hier naar school gegaan. Ik heb hier de middelbare school doorlopen. Toen ben ik weggegaan om te gaan studeren. En wat je nu, als je nu terugkijkt, dan lijk ik nu echt op een hele oude vrouw. Maar we hadden gewoon meer normen en waarden. We hadden Kabula ongekend, nu gebeurt het gewoon op school, leerkrachten kijken mee. Het is uh, afschuwelijk waarin we zijn beland. Er is totaal geen hoop, ook niet voor mijn kleinkinderen is er hoop. Mijn kinderen zijn oud genoeg en ze zijn er al eigenlijk. Maar hun kinderen niet en onze kleinkinderen zijn de gelukkige kinderen die die verder zullen kunnen gaan, of het nou moeilijk gaat of niet. Maar het gaat niet om hun, het gaat om het land. En het land is al kapot. En uh, eerlijk zeg ik, is niet kapot gemaakt door deze regering, maar die heeft, werkt er wel aan mee om door te gaan met de verloedering. Die verloedering is jaren geleden begonnen, eigenlijk misschien vanaf 75. toen men gek werd van macht. En, uh, en je ziet ook dat men geen kader heeft gekweekt, men, men heel bewust neemt de partijvoorzitters, paaienwaaiers, naast zich, die ze dan bewerken. En wanneer dingen fout gaan is het anomie, dan is het die, dan is het Pietje, maar je hebt Pietje die opdracht gegeven. En je ziet ook dat men niet geen mondige mensen meer wil, men wil geen zelfstandige mensen meer. Dus uh, het is een heel proces wat ik in mijn hoofd heb. Een heel curriculum dat ik met een groep mensen ga zitten uitdenken. Om de jongere groep van 30 naar 50. En daarbij is dus de groep 40-50, degene die over moeten nemen. En 20-40, 30-40 zijn de, dan de adolescenten blijven waar ze zijn. Die moeten nog komen. Dat is die groep, die gaat moeten volgen. Nou, 40-50, het is een bepaald traject. Ik ga er 10 jaar voor, terwijl ik ervoor uittrekken En dan zullen niet de eerste en de beste zijn die webinars gaan verzorgen. Deze mensen zullen ook zwaar geselecteerd worden. Ik zal niet te veel uit de school klappen. Maar laat me dit zeggen, het zijn niet de kabula jongeren die we gaan selecteren. Die zijn al woeps uitgeschakeld. Die moeten misschien in een. Um, heropvoedingsgesticht gaan, maar het gaat wel om het, de jongeren die intellectueel denkvermogen hebben. Die, wat kunnen die van dit land houden? Je gaat ze leren om maatschappelijk geëngageerd te worden, politiek geëngageerd. En je gaat ze ook leren om die koep te plegen binnen de politieke partijen. Waarom moeten ze nu gaan oprichten? Pleeg die koep. Je bedoelt fighten in die partij Fighten in die partij en stuur die oude mannen weg. En met oud bedoel ik niet per se qua leeftijd, want uh, laten we wel wezen, Bouterse is zo oud, 77, maar hij heeft een jonge geest, hè. Dat moet je niet vergeten, want als mijn dochter die zegt, mama, je bent ook zo jong eigenlijk. Als ik 80 ben, ben ik ook nog jong in mijn geest. Maar qua lichaam en fysieke situatie ga je niet meer kunnen. En, en dat moet je niet vergeten. Uh, dus ik kijk bijvoorbeeld naar, spreek maar je jongeren aan, is oud, is oud. Gregory Rusland is oud, spreekt jongeren ook niet aan. Weet je, men moet gaan kijken, men, men kijkt niet verder, men is zo met zijn eigen ego bezig. Dat ze gewoon niet meer denken aan een partij en nog minder aan nationaal belang. En dat is dus mijn goal, een groep van vijf, 600 mensen, jongeren. En laten de jongeren weten dat ik beneden 30 niet bedoel. Ik bedoel daadwerkelijk geschoolde kaderjongeren. En ik weet al waar ik ze ga proberen te putten. Gaat niet zeggen, want ik moet nog met die organisaties gaan praten. Maar ik ben op dit moment bezig naar alle jongerenplatformen te kijken waar ik wil gaan putten. En waar ik naartoe ga. Dus en... nogmaals, u bent niet met een nieuwe politieke partij <coughs> bezig? Absoluut niet. Je ben, ben niet... bent bezig jongeren te prepareren. Ja, ik, ik vind niet dat ik op deze leeftijd met een politieke partij moet beginnen. En, op... en we hebben ook al genoeg. Ja, ik bedoel, we hebben genoeg. Laten we deze koepen. Ja. Er zijn partijen met hele goede statuten, als ook al die dan weet ik het. Er zijn partijen met waardeloze statuten. Die waren daar... Er is een partij bij, heb ik nog gelezen gisteren: de Partij voor de Dieren. Ja. Ik vroeg me af, ben ik in Holland be beland? Daar is een partij voor de dieren. Ik keek ernaar en ik denk, waarom zetten we alles na de apen? Surinamers zijn niet zo empathisch naar dieren, we zijn verschrikkelijk met dieren. Maar juist daarom komt die partij er toch? Ja, ik hoop dat mensen voor hem stemmen, hoor. Dierenbescherming gaat zeker voor hem stemmen en zo. Mm. Misschien die mensen van Dierentuin ook, maar ik bedoel, dan houdt het op, laat me realistisch zijn. Hè? En is die Rampasat Hubert de Rampasat? Ja, hij is oh. de trekker. Ik wens hem heel veel succes. Ik klinkt niet echt enthousiast. Maar goed, we wensen alle mensen succes die vinden dat ze iets uit overtuiging ja, moeten correct. doen. Ja, bedankt. <laughs> uh, ik wil u ook succes toewensen vandaag in u, met uw innercirkel. Een fijne dag. Uw jaardag is een bijzondere dag. Ja. 13 december. Let u op uw gezondheid. En, ja. Ik ben blij dat ik anytime een beroep op, op je kunt doen om te bellen om te helpen analyseren. Maar je moet ze niet zo opwinden hoor. Wanneer dat je wordt u echt boos Soms word boos. Ik kan me voorstellen, want sommige dingen. Die we hebben die, ja, dingen die we dus nu meemaken. Zeker op bestuurlijk ik, niveau. Je vraagt je, gaat u gang. Als ik boos overkom, en ik, weet je dat ik professioneel boos word? Dat heb ik moeten aanleren. Want ik ben ooit heel boos geweest in 2004. Op minister Djula, mijn eerste OKB-jaar. En ik kon me de smerigheden van de politiek en de oneerlijkheden van de politiek en van de bewindsvrouwen niet voorstellen. Zo opgewonden dat ik in het ziekenhuis ben beland met bloeddruk 32 of zoiets, de 180 is om direct dood neer te vallen. Maar ik was daar ook 23 jaar jonger. Hmm. Dus ik ben niet dood neergevallen. En ik was een gezonde, ben een gezonde vrouw. En vanaf 2005, nadat ik ben ingestart. drie maanden in het ziekenhuis heb gelegen. heb ik gezegd: Janneke, van een mindshift. Dit. mag je nooit meer overkomen. Je gaat professioneel boos worden. Het is een zware training geweest. Want je bent. van nature ben ik een prietpangi. En daardoor ook emotioneel. Maar. Als je me boos hoort praten of even ziet gillen, is, is puur professioneel. Er is geen emotie bij. Ja. <coughs> Gefeliciteerd. Gewoon een zegen. Dank je. En all the best. Ja.